lieve vrienden, het is weer zaterdagochtend. Het is even zien hoe laat, 10:13, oftewel 13 minuten over 10. En het is 6 april. Eeuwen die zitten zeuren voor het eten. Kandel zit wat te zeuren voor het eten. En Frodo is nog buiten, dus ik ga eten klaarmaken. En om 11 uur krijg ik zo meteen bezoek. Een maatje van Facebook. Altijd leuk en gezellig. Dus ja, ik kijk er naar uit. Ja, geweldig. Ik hoop dat we een fijne dag zullen beleven, ondanks dat het vandaag grijs, grauw, triest weer is. Ja, het zonnetje heeft het af laten weten. Dus we moeten het zonnetje gaan zoeken. Zoek dan maar bij jezelf, want zelf ben je ook het zonnetje in huis. Of niet dan? En niet alleen nog in huis, maar waar je ook gaat of staat, jij bent het zonnetje. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ervan. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Nou, helaas is mijn bezoek er nog niet, maar de reden daarvan weet ik. En dat is ook niet eens zo gek, want hij komt hier sowieso al niet zo vaak in Den Helder. Maar we hebben wegomlegging. Ja, er legt een brug of zoiets slechter uit bij het kanaal. Dus ja, moeilijk om in Den Helder te komen. Maar hij was verdorie hier vlakbij, in de Zijnstraat. Maar ja, niet wetende dat ik hier ook zit. En zijn tomtom, die heeft hij wel aan, maar die zei dat hij daar moest wezen. Nee, Zijnstraat. Maar oké, ik heb gezegd gewoon, zodra het kan. Keren. En zodra je er weer bent, dan bel je me. Dus ja, daar wachten we maar op. En ik hoop op een gezellige dag verder. Ja, waarom ook niet? Frodo die zit ook op zijn manier te wachten. En die zit eigenlijk te poetsen. En die zit hier ook te mekkeren. Meeuw. Is je meeuw, meeuw? Oh, jij is de meeuw. Waar zijn de meeuwen? Hé? Wat is er dan? Wat is er dan? Wat is er dan? Oh. Ja, zou ik ook zeggen, schat. Ja. Maar oké, ik ben nog met een bakje koffie bezig en dan zullen we het beleven. Ja hoor. Ik wacht geduldig af en... Ja, ik heb gezegd, focus je nu op het verkeer. Ja, dat heb ik liever, voordat er ongelukken komen. Maar oké, we wachten gewoon geduldig af en jullie horen het wel. Zeg het, tot later. Ja, lieve vrienden, en we zitten dan aan de koffie. Gezellig, heerlijk, met een appelkoek. Want Wim is gearriveerd. Wou je ook op de vlog? Hij heb ik gevonden. Oh, de vlog, hè? Ja, dit is de vlog. Je bent er net vloggen. Ja. Nou, daar ben ik dan. Hey, doei. Hoe gaat het daar? Nou ja, en dat is dus onze Wim. En ik hoop op een gezellige dag. We gaan straks nog even lekker even starten, ondanks dat het koud is. Maar dan kunnen we ons tegen kleden. Ja. Vind ik ook. Of niet dan? Nou, ik heb een jas wel. Daarom. Nee, niet waar. Je hebt hem nou uit. Ja, niet bij. Dus, maar dat komt allemaal goed, lieve vrienden, dat ik ze zeg, geniet van jullie dag en jullie horen het verder wel. Tot later, doei doei. Ja, lieve vrienden, wij zijn klaar om weg te gaan. Dat ik zeg, tot strakjes maar weer. Ja, doei doei. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. En ik ben met koffie bezig, dus, en die is blij. En die meneer die was blij. Hé? Ja nou, Frodo? Ja hè? Die was blij hè, dat we weer thuis kwamen. Ja. Maar ik zal jullie zeggen, het is koud. Ja, niks aan. Noemen ze het mooi weer. Lente weer. Nou, ik vind dit geen lente weer. Nee, echt niet. Maar oké, we zijn er weer en het was leuk en het was gezellig, dus... Ja. We hebben niks, ja, ik heb niks gekocht. Jij wel. Jij hebt een ruitending voor de auto. Ja, dus ja.
Komt allemaal goed, allemaal leuk en aardig. Ik zeg het, tot later. Doei, doei. Doe maar. Ik ben Wim. Ik woon in Horen. Ik ben in principe bij Corina. En het is heel gezellig. En het is heel gezellig. We zijn op de markt geweest. Ik heb een, wat is zo'n krabber, een dissel gekocht voor in de raam, voor in de autoraam. Ja. Dus het is allemaal gezellig en kijk nou, dan doe ik hem omhoog. En dan zie jij jezelf. Dan draai ik hem om. En dan zie jij en dan jezelf. Zie ik mezelf. Ja, en dat is dus allemaal waarheid. Ja, het is geen leugen, nee. Al zeggen ze dat vloggers liegen. Nou, die vloggers, die liegen niet. Die spreken de waarheid. Ja. Dus binnenkort gaan we wel weer zo'n vlog maken. Zeker weten. Wanneer weet ik nog niet. Maar het komt wel weer goed. Nee, dat doe ik meestal samen met Chrissy en dat weten ze. En dan gaan we de omgedraaide wereld weer eens een keertje doen. Ja, dat is wel weer eens een keertje leuk. Doei doei. Ja, lieve vrienden. Het is weer zo dat ik weer alleen zit. Wim is weer naar zijn eigen home toe. Ja, dat is zoals hij dus zelf al vertelde in Horen. Maar ik heb wel wat moois gekregen. Ja, ik zal even mijn stok pakken. Die hangt hier. En dan zal er even gaan staan. Ja, een mooi bosje met bloemen. Is mooi toch? Ja, ik vind van wel. Ziet er mooi uit. Mooi bosje. Een bosje. Nee, geen rode rozen. Nee. Hoeft ook niet. Nee. Wil ik ook niet eens hebben, een rode rozen van een ander. Nee. Maar in ieder geval, ik ben er wel blij mee. We hebben het leuk gehad. Het was een dag met een lach en een traan. Ja, en dat heb je. Hij zit nog heel veel met zijn vrouw in zijn maag. En dat is nog langer geleden dan ik het met mijn mannetje heb. Maar hij rouwt ook nog steeds. En hij heeft ook al gezegd, ik geloof dat ik dat altijd zal blijven doen ook. Ja, hij zegt, ik kan dat niet vergeten. Nou ja, dat heb je zo, hè. Ja, dat kan je zomaar hebben. Nou, hier zitten ze bij elkaar. Eén op de stoel, eentje op de grond. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zit ook even te appen met een vriendin, dus ik ga weer eventjes verder. En ik ga straks de computer eens een keer aanzetten, want die is nog niet aan. En dan zal ik proberen een vlog in elkaar te zetten. Dan kan die renderen, daarna kan ik gaan eten. Ik heb hem eten mee naar huis gegeven, want hij was te vol van emoties. Ik krijg geen hap door mijn keel. Ik zei, nou, ze neemt dan al licht wat mee. Dus ik heb een bak vol meegegeven, ik heb zo'n vlees meegegeven. Ik zeg, en als je dan zin in wat hebt, ik zeg, zo in de magnetron zetten. Ik zeg, dan kan je lekker happy eten. Nou, dat zou die doen. Nou, dan was ze me zo dankbaar. Nou ja, dat is toch ook fijn. Ja, dan kun je een ander blij maken. Ja, toch? Daar doe je het voor. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles. En ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer lekker laat. Ja, het is bijna 2:30. Ja, 2:21. Dat tijd om naar bed te gaan. Frodo die wil al dolgraag weer naar boven, hè? Of niet dan? Dat ik zal mijn kopje naar de keuken brengen. Computer is al afgesloten. Morgenmiddag weer bezoek. Rond een uur of twee. Dan mag ik niet vloggen. Nee, die willen dat niet. Ik zou zeggen in ieder geval wel tot morgen. En iedereen die net zo laat zijn als ik, lekker slapen en tot de volgende dag. Doei, doei.